Partners van Limburg vandaag zijn Kastelein Fashion en Denembeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Limburg Vandaag. Ja, we gaan het vandaag hebben over de beloningsactie van het ROVL. Automobilisten die zich aan de maximumsnelheid houden, die werden beloond met een fly. En normaal deelt ze de flyer zelf uit, maar vandaag, als er zich tenminste aan de snelheid heeft gehouden, kreeg Bart Pastoor van mij ook een lekker stukje fly. Ja, en wem denk ik geen kans maakt op die fly, zijn topscore ligt namelijk zo rond de 300 kilometer. Dat is autocoureur Robin Frijns. Onlangs werd er nog wereldkampioen Formule Renault races, het opstapje naar de Formule 1 races. En heb je nog gewoon geen zin om te gaan rijden? Dan pak je toch weer het vliegtuig. Want het gaat binnenkort weer vanaf Maastricht Aachen Airport naar Amsterdam. Of met Ryanair gewoon heel goedkoop naar Londen of naar Venetië. Ja, en deze dame, ik denk bijna zeker te weten dat je haar toes allemaal kent. Misschien herkent je haar niet meteen, maar het is Kelly van de Kelly Family. Ja, en voordat we gewoon beginnen met Limburg Vandaag, praten we even met Maurice van der Linden. Maurice, ik neem aan dat ze het vandaag over het regeerakkoord gaan hebben. Knip. Ja, kom ik weer terug? Ja, en ook in Limburg Vandaag natuurlijk veel aandacht voor het regeerakkoord. En ik praat met de... Stop. Ik verspreek me. Ja, ik pak hem even op. Ja. Ja, en ook in Limburg Vandaag veel aandacht voor het regeerakkoord. Onze verslaggever Charles Biemans praat gedurende deze uitzending met verschillende mensen hierover. Charles, het woord is aan dich. Ja, het woord is aan mij. Het regeerakkoord ligt er dus sinds gisteren. En gisteren was een memorabele dag voor Ron Op-Helders, de nu politiek verslaggever van Dagblad de Limburger. Meneer Op-Helders, u had gisteren uw eerste werkdag, een memorabele werkdag. Ja, dat klopt. Ja, ik ben inderdaad sinds gisteren in dienst als politiek verslaggever bij Dagblad de Limburger. Ik deed weliswaar heel veel aan politiek verslaggeving, maar sinds gisteren dus officieel op die post. En ja, meteen een goede vuurdoop wat dat betreft, want het was mijn dagje wel natuurlijk. Ja, uiteraard. Lijkt me logisch. Ja, beide partijen waren tijdens de campagne, PvdA en VVD, voornamelijk op elkaar aan het schieten. Is er desondanks sprake van een evenwichtig akkoord? Ja, dat denk ik wel. Tenminste, wat ze hebben gedaan is dat ze niet zozeer allerlei compromissen zijn gaan zoeken, maar ze hebben simpelweg een uitruil gedaan. Ze hebben ongeveer evenveel zetels allebei, dus dat maakt zo'n uitruilprocedure vrij gemakkelijk. Dus iedereen krijgt voor zijn helft zijn zin. Zo simpel is het. Er zijn een aantal dingen die opvallen, onder meer rondom de provincies. Ze worden geacht zich meer bij hun kerntaken te houden. Dan hebben we het over ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en economie. Nou hebben provincies al niet de meest sexy uitstraling. Komen ze op deze manier nog verder van de burgers te staan? Dat zou zomaar kunnen. Wat ik van de provincie Limburg weet is dat het in ieder geval nogal rauw op het dak valt, dit nieuws. Gouverneur Bovens was er nogal van geschrokken van deze uitwerking van het regeerakkoord. Waar het op neerkomt is dat de provincies op dit moment een zogenaamde open huishouding hebben. Dat betekent dat zij zich weliswaar op hun kerntaken toeleggen. De kerntaken inderdaad die je net noemde. Maar dat betekent ook dat zij daarnaast ruimte hebben om zich met andere dingen in de samenleving bezig te houden. Op het moment dat zij een probleem in de samenleving zien opdoen, op welk vlak dan ook, dan kunnen ze erop inspringen. Wat we hebben gezien is dat de provincie zich heel erg bemoeit met de lobby van de KMS in Weert. Dat is de militaire opleiding die daar zit en die nadrukkelijk op de nominatie staat om te verdwijnen. Wat je ook ziet is dat de provincie financieel bijsprong op het moment dat het Limburg Symfonieorkest in de financiële problemen kwam door de bezuinigingen. En wat de nieuwe regering nu eigenlijk zegt is: provincie, bemoei je daar maar niet meer mee. Richt je nou op je kerntaken en dat wordt dus strak gebudgeteerd. Dat betekent dat de provincie ook simpelweg dan geen financiële slagkracht meer zal hebben om op dat soort problemen te springen. Ja. En ze mogen het dus simpelweg niet meer. Dan naar de gemeentes. De regering streeft naar gemeentes van minimaal 100.000 inwoners. In Limburg momenteel alleen de gemeente Maastricht die daaraan voldoet. Zit dat alleen tegen de 100.000 aan, Venlo ook. Wat gaat dat betekenen? Ja, dat is even afwachten. Ja goed, je kunt natuurlijk vrij makkelijk uittekenen dat er in ieder geval een herindelingsgolf aan zal zitten komen. Hoe dat precies uitpakt, dat is even afwachten. Het getal dat inderdaad wordt genoemd sinds gisteren is het getal van 100.000 inwoners per gemeente. Dat is zeg maar onderdeel van het soort van ideaalbeeld dat de partijen schetsen. Partijen streven naar 5 landsdelen met dat soort zeer grote gemeentes, dus daarin... Inderdaad, Maastricht is op dit moment een gemeente die daaraan voldoet. Maar waar even discussie over is, en dat is, daar geeft het regeerakkoord eigenlijk niet zo heel goed uitsluitsel over. Of dat nou betekent dat werkelijk elke gemeente 100.000 inwoners plus moet worden, of dat er mogelijk ook ruimte is voor kleinere gemeentes. Wat het getal van 100.000 vandaan komt, dat is de grootte van de gemeentes die het Rijk gaat nastreven. Kijk, er komen een hele hoop extra taken op de gemeentes af de komende jaren. Het heeft onder andere met jeugdzorg te maken, maar met nog meer. Het Rijk vindt eigenlijk dat kleine gemeentes dat niet zo heel goed aankunnen. Dus ze willen dat soort taken, en dat wordt dan decentralisatie genoemd, willen ze bij grote gemeentes neerleggen. Maar het zijn dus meer taken en minder geld. Daar komt het in wezen op neer. Ja, maar nog even terugkomend op die structuur van die gemeentes. Onduidelijk is of er ook nog ruimte is voor kleinere plattelandsgemeentes. Ik hoorde gisteren hoogleraar Douwe-Jan Elzinga, die hoorde ik op de radio zeggen, dat hij het interpreteert als dat het zo zou zijn dat er grote supergemeentes komen. Je zou dan kunnen denken aan bijvoorbeeld een grote clustering in Parkstad. Je zou kunnen denken aan Groot Maastricht, Groot Venlo, dat soort gemeentes. Maar dat daar omheen ook nog wel kleinere gemeentes zijn met minder grootstedelijke problemen en die dan minder taken hebben. En meer dus samenwerken met die grotere gemeentes. Precies. Ja. Ja goed, het draagvlak schijnt er te zijn. 2 grote partijen die samengaan. Ze staan normaal gesproken tegenover elkaar. Heeft deze regering toekomst, denkt u? Ja, dat is echt koffiedik kijken. Kijk, dat hebben we misschien wel vaker gedacht de afgelopen 10 jaar dat een regering toekomst had. En steeds heeft de waarheid ons achterhaald als het ware. Kijk, het is nu wel een redelijk... Het is niet zo'n heel erg complexe situatie. Wat natuurlijk een goed teken is dat de formatie redelijk kort heeft geduurd. Ja, we zijn wel anders gewend. Bijvoorbeeld met het kabinet waar de PVV in zat. Toen Toen waren we in een soort van wedloop met België terechtgekomen bij wie de formatie het langste zou duren. Ja, nu is het redelijk eenvoudig. Het zijn ook maar 2 partijen. 2 mensen die die partijen leiden die, ja goed, van afstand bekeken op het oog redelijk goed zaken op dit moment met elkaar kunnen doen. Maar goed, dat gaat zeker botsen in de toekomst. Daar, de VVD en de Partij van de Arbeid zijn natuurlijk ook hartstikke verschillend. En, maar goed, ik neem aan dat dat ingecalculeerd is en dat werd gisteren ook al gezegd. Ik denk als we misschien op deze manier blijven uitruilen en elkaar wat gunnen, zoals dat dan nu werd genoemd, dan zou het wel goed kunnen gaan. En dan wordt de oppositie vakkundig buitenspel gezet? Ja goed, dat is het lot van de oppositie. Hè. Je moet als oppositiepartij heel hard vechten om ook maar iets erdoor te krijgen. En in praktijk loop je dan 9 van de 10 keer tegen een muur op. En de 10e keer krijg je misschien eens iets toegeworpen. Ja, dat is het lot van de oppositie. En dat is een lot waar bijvoorbeeld het CDA, sterk geworteld in Limburg, nu al zal gaan moeten wennen. Okay, en ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken en hoe die zich gaan profileren. Goed, we wachten af. Bedankt voor je reactie. Ja, graag gedaan. En het woord is hier weer aan Joes. Ja, dankjewel Charles. Ja, bij me op de bank zit de directeur van Maastricht Aachen Airport, Sander Heijmans. Welkom. Ja, het regeerakkoord, heeft dat ook voor uw luchthaven consequenties? Of brengt er veranderingen met zich mee? Weinig, ben ik bang. In het regeerakkoord staat 1 zin dat regionale luchthavens mogen groeien. Ook om de groei van Schiphol op te vangen. En dat geldt dan meer voor Eindhoven en Lelystad. En voor Maastricht Aachen Airport verandert er denk ik niets. Niet ten goede, niet ten kwade. Oh, nou. Dan zijn we daar snel over uitgepraat. Een andere vraag, heeft u zich vanochtend aan de maximumsnelheid gehouden? Op weg hier naartoe? Vanochtend wel, ja. Vanochtend wel. Nou, dan krijgt u van mij nu een stukje fly. U ziet, ik heb mezelf ook al een stuk gegeven, want ik heb me ook keurig aan de snelheid gehouden. Alsjeblieft. Ja, we gaan het hebben over Ryanair. Die krijgt dus, vanaf december wordt het de eerste thuisbasis in Nederland. Klopt. In Maastricht. Wat houdt dat precies in? Vanaf 12 december stationeren ze vliegtuigen op Maastricht. Ja. Ze beginnen met 1 en dan per zomer 2013 worden er waarschijnlijk 2 en hopelijk daarna meer. En dat betekent dat als een toestel gestationeerd is, is ook de crew gestationeerd op Maastricht Aachen Airport. Dus captains en cabincrew, stewardessen, die vinden ook, die worden zeg maar gehuisvest op de luchthaven. En die zullen ook lokaal worden geworven door Ryanair. Ja, want ze willen ook het aantal passagiers laten groeien van 150.000 naar, ik meen, 450.000? Nou, ze zullen volgend jaar iets van 450.000 passagiers dan doen. Maar elk toestel wat je toevoegt, zeg maar, doet iets van 350.000 passagiers op jaarbasis. Dat gaat heel hard. Ja. Of dat kan heel hard gaan. Ja, want de luchthaven wordt uitgebreid. Heeft het alleen maar met Ryanair te maken? Nou, de luchthaven wordt op zich qua infrastructuur niet echt uitgebreid, maar het aantal passagiers gaat groeien. Mm-hmm. Ryanair is daar toch wel de belangrijkste factor van, want dat is toch wel 60-70% van ons totaal aantal passagiers. En dat zal dus verder toenemen. En vandaag stond ook in de krant dat er een nieuwe airline bij komt, Maastricht Airlines. Dat past dus heel mooi bij Maastricht Aachen Airport. Die in een heel ander segment dan Ryanair zich zal gaan begeven. Ryanair zit toch meer op de... dat is een low-cost airline voor met name de leisure-reiziger. Dus de vrije tijdsreiziger, studenten, et cetera, op vakantie. Maastricht Airlines wil zich echt gaan richten op de zakelijke passagier. Mm-hmm. En waar gaan die bestemmingen naartoe? Amsterdam is het belangrijkste. Want Amsterdam is echt al een hele oude wens. Sinds 2008 vliegt KLM niet meer. Na 40 jaar die route Maastricht-Amsterdam in de lucht hebben gehouden. Waarom zijn ze dan toen mee gestopt? De belangrijkste reden was dat KLM vloog met Fokker 50's. Dat wil zeggen 50-seaters. En dat is ook de maat. Als je 3-4 keer per dag op en neer wil naar Amsterdam, die maat moet je hebben. Je moet niet met een 747 met 300 passagiers gaan vliegen. Mm-hmm. Want die markt bestaat er niet voor. Dat type toestel werd uitgefaseerd door KLM, waardoor ze eigenlijk alleen maar grotere toestellen hadden. Dus dat was een van de belangrijkste redenen om uiteindelijk te zeggen, ja, de laatste binnenlandse route voor KLM dan, mm-hmm, om er afscheid van te nemen. Maar het gaat nu weer opnieuw beginnen? Als het goed is wel, per begin januari, hè? Als het goed is, 14 januari de eerste vlucht naar Amsterdam. En daarna, na een paar weken, volgt met het tweede toestel wat ze gaan inzetten, gaan ze een dagrandverbinding vliegen op München. Ja. Dus ochtends een vlucht en 's avonds een vlucht en midden op de dag naar Berlijn. En die München is er ook wel erg interessant, omdat nu Netcar is overgenomen door VDL en BMW daar minis gaat bouwen. Ja. Is een verbinding met München, waar het hoofdkantoor van BMW is, denk ik al een hele interessante optie. Ja, u zegt net, het is voornamelijk voor het zakenmens, hè? Ja. Maar zijn die vluchten wel betaalbaar? Of, de details daarover komen binnenkort op een persconferentie. Maar ik las net in de Limburger dat Maastricht Airlines zelf al zegt dat, ze vergelijken zich met een treinkaartje retour eerste klas, want je praat over het zakelijk segment Maastricht-Amsterdam. Dat kost ongeveer 80 euro. Zij willen voor een retour Amsterdam-Maastricht ook vanaf 80 euro willen ze dat in de markt gaan zetten. Ja, dat is prima te betalen, toch? Ja, lijkt me wel. Ja. Ja, dus voortaan gewoon met het vliegtuig naar Amsterdam. Ja. Want hoe lang vlieg je daar dan over? Hangt van de wind af. Als de wind gunstig staat. Half uurtje, 3 kwartier maximaal. Wat trouwens ook heel erg belangrijk is op zich niet zozeer die verbinding naar Amsterdam, Maastricht, maar dat je in Interline, zoals ze dat gaan doen, onder andere met KLM, eigenlijk op Maastricht al kunt inchecken voor je vlucht Maastricht naar Amsterdam en dan seamless door naar Tokio of New York, welke bestemming dan ook. En dat is voor de stad Maastricht wel heel erg belangrijk. Hè? Die verbinding met een belangrijke hub, dat was een grote wens natuurlijk. Ja, want ik denk dat soms het vliegveld Maastricht-Aken een beetje onderschat wordt, maar er zijn enorm veel vluchten, ook voor hele grote evenementen, zoals u net al noemde, het merk, of bijvoorbeeld de TFAF. Ja, dat is essentieel. Voor ons is het hartstikke leuk. Dan landen in 2 dagen tijd iets van 140 zakelijke, kleinere toestellen. Ja. Voor het überhaupt kunnen accommoderen van TFAF in Maastricht is het hebben van een vliegveld op een steenworp afstand. Dat is essentieel, dat is gewoon een randvoorwaarde. Ja. En de mensen die nu zitten te kijken en denken, oh jee, allemaal zoveel extra vluchten, zit er ook nog een nadeel aan vast? Of? Voor ons zit er geen nadeel aan vast. Voor u niet? Maar de mensen die ze misschien meer overlast kunnen krijgen, of hoe zit het daarmee? Wij hebben een aanwijzing, zoals dat heet. Wij kunnen iets van 30.000 grote commerciële bewegingen per jaar qua geluid kunnen wij accommoderen. Mm-hmm. Wij zitten nog lang niet op de helft. Dus wat dat betreft kunnen wij in een wettelijk kader gewoon nog sterk groeien. Mm-hmm. Dat meer vliegbewegingen betreft, dat is duidelijk. Ja, nog eventjes over Ryanair. Vaak als zij ergens anders weer goedkoper kunnen gaan vliegen, dan doen ze dat. Maakt u zich daar geen zorgen om dat het maar een tijdelijke aard is? Nee, niet echt. Wij zijn de 51ste basis van Ryanair. Mm-hmm. Dat doen ze pas op het moment dat zeg maar, het non-basis zijn zich heeft bewezen. Dat hebben we, want dat groeit ook hard. Mm-hmm. Zij hebben nog nooit een basis om commerciële of andere reden verlaten. Dus ik denk niet, daar maak ik niet zo'n zorgen over. Okay. Dus eigenlijk alleen maar voordelen voor de provincie. Maar tegelijkertijd zeg ik, in de luchtvaart kun je niet verder kijken dan een paar jaar, hoor, want het verandert toch weer zo snel. Ja, maar vooralsnog ziet het er allemaal goed uit. Het ziet er goed uit. En waar gaat uw eerste vlucht naartoe? Mijn persoonlijke eerste vlucht? Ja, uw persoonlijke vlucht? Ik denk naar Dublin. Naar Dublin? Ja. Oh, dat is wel grappig, want onze artiest hier staat, Katie Kelly, van de Kelly Family, die komen oorspronkelijk uit Ierland. Daar gaan we nu trouwens ook naar luisteren. Dank u wel voor uw toelichting. Dit is Katie Kelly en ze werd begeleid op piano door Hannes. En ze gaat het prachtige Halleluja zingen. Goeiedag, dames en heren. Jos en Pierre weer. En we zitten nu al echt op het einde van oktober en november. Dan gaan de dagen al flink korter weer. Oh, de werk gaat langer en dan zitten de ganzen over aan de televisie te koekeloeren. Ja. Maar vroeger deden ze dat anders. Vroeger deden ze dat met, de televisie, nee, Jos, deden ze dat met oud-Hollandse spellen. Ganse borden. Ja, ganzen kapot houden voor het worden. Ja, ja. Ik heb een gans nu jaar als kaartspel, Pierre. En dat is, ja, en daar moesten ze toch wel een beetje intelligenter voor zijn. Voordat die kinderen. Wat moesten ze zijn? Intelligent. Wat is dat? Oh, slim. Ja, ja. En dat is het zogenaamde afzeiken. Afzeiken? Afzeiken. Kreeg je allebei 5 kaart. Ja. Ik heb gesuddeld daar. Ja. Allebei 5 kaart. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En zo we er een keer verder door. Laat de kaarten maar kijken. Ja, laat de kaarten maar kijken. Wat heb ze? Oeh, geweldige kaart, ja. Geweldige kaart. Kijk, het werk zo, dan hebben ze dus hier de schuppenboer. Ja. En dan gewijzen ze de harten naar een gebied. En als ze door de 7 tusselijks, ja, hebben ze een afzeg. Dan zeggen ze, zeker afzeg ze dan. En dan hebben ze de pot gewonnen. Oh, er moet wel van geld. Het geeft wel van geld. Ja, het geeft van geld, ja. Dan hebben ze de pot gewonnen. Kijk, ik heb niks van kaart. Ik was al weg geweest. Nee, die hebben ze niks aan in dit geval. Toen hebben ze de schuppenboer en de harten uit. Ganse pot gewonnen. Zullen we dat een keer doen? Ja, dat... Goed. Dat lukt wel niet. Zet maar geld in. Zet maar geld in, Pierre. Hoeveel? 50 cent? Nee. Je kunt toch niet met 5 euro aan? Nee, nee, 50 euro geeft het ervoor. 50 euro. Zet maar 50 euro in, hè. 50 euro. Goed, doe dat maar weg. Verdoen een briefje van 50, hè. Ik geef je voor 5 kaart. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Goed, Peer. Ja, leg dich maar neer. Oeh, dat is de routekoning. Routekoning. Kijk, wat heb ze nog? Ah ja, ja, ja. Leg maar een kaart bij je. Leg maar een kaart bij je. Zwaar, deze. Schuppeteen. Schuppeteen, routekoning. Als ze nu nog een klaveren hebben, ja? Dan hebben ze de verdubbelaar. Dan hebben ze de verdubbelaar. Moet ze inzetten, kan ze dubbel zoveel winnen. Oh, de verdubbelaar. Zet dich maar in, verdubbelaar. Verdubbelaar, zet maar. Nee, 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 alleen briefjes van 50 weer. Verdubbelaar, verdubbelaar. Heb ze de verdubbelaar, heb ze een klaver in. Verdubbelaar. Haha. Ja, nou heb ze pech, want ik heb de route 8, dat is de trippelaar, dan ben je alles kwijt. Goed, Pierre, dat is een leuk spel, hè? Dat is een leuk spel. Snaps hem? Ja, snaps hem. Goed zo, Pierre. Goed. En zo, dames en heren, Christen dus en de Schwane Weinterhof en Christen samen om aan Pierre. Ja. En Pierre heeft nu weer een kaartspel geleerd. En hij deed het al geweldig. Nog een beetje oefenen, Pierre, dan gaat het wel goed. Ja. En door, dames en heren, is ook de spreuk van deze week op gebaseerd. Dit wordt een Oud-Hollands kaartspel, Pierre. En ik ben een Oud-Hollandse spreuk heb ik ook. Ja. En dat gaat dus volgt. Jos, die wordt altijd hartstikke rijk als Pierre wordt afgezeikt. Zeker af, Pierre. Hey, geweldig, hè? Zullen we nog een keer doen? Nou, maar dan moet ik, ja, ik wil wel, Jos, maar dan moet ik even flappen tappen. Ja, gang maar. Ja, mijn volgende gast, de kaart ook wel eens zacht op mijn net, maar hij riet toch liever heel hel in een auto. Dat is namelijk autocoureur Robin Frijns. Fijn dat ze hier was. Ja, u heeft het gehoord, de actie van het ROVL. Automobilisten die zich aan een maximaal snelheid van 30 km per uur houden, die kunnen beloond werden met een fly. Doe als autocoureur, hoe best toe als ze niet op het circuit bus? Redelijk rustig. Redelijk rustig? Ja, toch dus wel. Toen hebben ze ook wel een stukje fly verdiend, hè? Ja. Oké, nou, laat hem dicht smaken. Ja, hoe is het eigenlijk ooit bij dich begonnen, die carrière? Lang geleden. Ja? Volgens mij was ik 6 toen ik de eerste kot kreeg van een fiets kotje, zo'n wit-blauwe. Ja? Had ik van het team wat mijn pap toen sponderde in de belkar. Had ik gekregen en toen heb ik de ganse tuin met hem geploogd. Oh, mam, niet heel altijd blij hem. Dat kan ik me voorstellen. En toen ik 7 was, ben ik voor de eerste keer gewoon karten en moest mechelen indoor. Met succes? Ja, toen ben ik daar aan het al die eerste jaar kampioen geworden. Ja. En toen ben ik in het midden van ja, het jaar, zeg maar, een weddenschap met mijn pap afgesloten. Als ik kampioen werd, dan kreeg ik een boetekaart. Dus toen begon het te rollen. Jeetje, wat goed. Ja, ik denk dat gewoon, ik heb er weinig verstand van, hoor, van autoracen, maar ik denk gewoon, het is gewoon helrieën. Helrieën en goed sturen. Is het zo simpel? Nee, het is niet zo simpel. Als het zo simpel was, was iedereen wel, denk ik. Maar wat is dan het talent om autocoureur te zien, om een goede autocoureur te zien? Ja, sommige lui die kunnen wel heel hard rijden, maar die kunnen even persoonlijk nadenken. Dus was het nadenken in dan? Ja, om de wedstrijd te analyseren, als ze in de wedstrijd zelf zit, om de auto persoonlijk op te stellen, om met het team te persoonlijk te praten, wat een richting ze opgeeft met de setup van de auto. Allemaal van zo'n kleine dingen, wat uiteindelijk toch wel veel uitmaakt na zo'n weekend. Ik bedoel, als ze alleen haakjes rijden en ik kan niet zeggen wat de auto deed, dan kun je geen stap vooruit. Dus je moet altijd blijven nadenken, dat maakt het juist te laan. Maar ik zag net, die topscore is binnen 300 km per uur. Kind zijn nog rustig nadenken als ze zo hel door een bocht scheurt. Ja, dat, ja, ik ben ondertussen wel gewend. Dus, Maar iedereen zei wel zo gaat van ja, dit gaat helemaal zo haalbaar stuk. Maar de grootste impact van alle de hele race was direct stilstaan. Dus we komen dan allemaal 300 aan. Maar voor hem met beurtje 80 afbieden in een bocht. Dus het is gisteren van 300 naar 80 of zo in de 80 meter. Ongelooflijk. En dat is dus het meest impact van het draaien. Ja, en uw bus enorm succesvol. Toen werd dus onlangs wereldkampioen op de Formule Renault-series. Er is nog een om te doen geweest, want die grootste concurrent, Bianchi, ja, die is er uitgeschakeld. Ja. En we zien hier de beelden. En er is gezegd van ja, doe zoiets op de binnenbocht naar huis voorrang. Of ja, doe, hebben ze het bewust gedaan. Oh, dit is trouwens, ja, hij is al gewonnen. Zien maar even een stukje weer. Maar als we kijken naar die race waarin ze hem... Ja, wat is er precies gebeurd eigenlijk? Nou, we hadden de hele wedstrijd al een gevecht. Ja, de hele wedstrijd achter mij. Dus ik wist als ik hier maar vuren bleef dat het kampioenschap ook voorbij was. Dat wist hij maar. Ja. Dus we hebben dan een paar inhaalpogingen gedaan op mij. Geen één had geslaagd, maar op een gegeven moment... Hier zien we het moeten boven. In de allereerste bocht... haalde hij me in van heel ver. Ja. En ik had hem regelmatig gezien, dus ik had de deur terug open voor hem, dat hij van buiten laat komen. Ja. En 3 bochten later rempte hem gewoon aan de linkse kant van de baan en laat hem de deur open staan, dus dan duik ik erin. Ja. En zo mekelig is dat, ik stond aan de binnenkant. Zo mekelig is dat, ja. Ja, dus ik zat zij aan zij. Ja. En hij gaf niet af en dan kreeg ze zo'n resultaat. Oké, nou, dat is nu duidelijk wat er gebeurd is. Ja, je hebt de afgelopen 3 jaar 3 grote titels binnengehaald. Ja. Welke? Vertel. Ja, de eerste keer, 4 jaar geleden, ben ik Formule BMW genoemd. Ben ik groepkampioen geworden. Mm-hmm. En daarna ben ik Formule BMW Europees kampioen geworden. Toen overgestapt naar Formule Renault 2 liter. Ben ik mijn eerste jaar ook kampioen geworden. Ja. En nu heb ik World Series gereden en heb ik ook kampioen geworden. Dus. Ja, en dus nu de Formule 1 races, die zitten heel dichtbij. Inderdaad, we zijn heel druk bezig. Dus daar komt Formule 1 thuis aan volgende week in Abu Dhabi, na de Grand Prix. Dus hopelijk komt na die test ook meer goed. Maar een test, wat moet ik me zo voorstellen dan? Om te laten zien wat ze daadwerkelijk kunnen van een team en wie zich aanpassen aan het team. En ja, als ze kunnen communiceren met het team, dus wie ze in elkaar zijn en wie ze aan het rijden zelf is. En bussen daar ook sterk in? Dus is natuurlijk geen grote nadenken tussen het reden? Ja. Kijk, dit is wel op de top nu, dus daar komen alle goede jongens bij elkaar. Dus dat zal zeker niet makkelijk worden. Maar ik hou goed mijn best en dan zien we wel wat goed komt. Maar volgens mij gaat het niet alleen maar te maken toch, met hoe groot is de riet. Ik bedoel, er is ook veel geld met gemoeid, toch? Dat klopt. Nu vooral met de economische crisis. Iedereen houdt zijn geld bij, iedereen moet geld hebben. In de familiewereld zit het zo dat... tegenwoordig alleen maar jongens komen die veel geld hebben. En dan zien we het genoeg. Die miljoenen met nummer, dat hebben we voor 20 miljoen euro. Wat ze bij jou neerleggen. Oh echt? Dat is echt een normaal bedrag? Ja, dat is een normaal bedrag voor een jurken te rijden. En de hoop is ook al zo rijk? Nee, ik ben blij als ik een tientje kan neerleggen. Maar hoe is het dan? Hebben ze nu op zoek naar grote sponsoren? Of hoe gaan ze dat aanpakken? Ja, goede sponsors zijn niet makkelijk te vinden nu. Want iedereen had ook zijn geld bij zich, wat ook vrij normaal is in de crisis. Mm-hmm. Dus ik moet het puur alleen doen van mijn land. En dat maakt het leven wel een stuk moeilijker, maar het is niet onmogelijk. Dus ik moet gewoon mijn best blijven doen. En ik moet ook bij die test laten zien wat ik ken en echt goed mijn best doen. En hopelijk zit het team dan van... Kom maar. We geven dich een kans. Ja, autosport, bedoel, is het ook van deze tijd? Ik bedoel, het is heel milieuvervuilend. Ik bedoel, iedereen is nu toch ook bezig met het milieu. Het moet allemaal duurzaam en groen. Ja. Hoe zit dat? Daar is men wel mee bezig. Ik weet niet, in 2014 komen ze met een zuinige motor. Ja. Dus dan komen ze met een turbo wat ze veel minder verbruikt. En ze zien ook aan het spreken als ze in de pit binnenreis. Om een elektrische motor te rijden, dat ze geen brandstof verbruikt. Okay. Maar dat zien nog allemaal geruchten over daadwerkelijk gaat gebeuren, dat weet ik niet. Mm-hmm. Dus ja, iedereen is er wel mee bezig. Ja, en hoe? Ik bedoel, dus is het net zo'n kleine optie onder Formule 1 race. Ben je nu extra hel aan het trainen? Of hoe ziet die de dag eruit? Een gemiddelde dag van dicht? Ja, dus nu na de laatste raceweek in Barcelona ben ik helemaal niet thuis geweest. Ik ben alleen maar heen en weer aan het vliegen, van Zürich naar Engeland. Zürich is dan de Sauber een stoeltje maken, dan Engeland bij Red Bull stoeltje maken, dan weer alles bespreken. Want dit is met de stuur, dit is een ganse computer wat ze nou hebben. Ze zien volgens mij van 40 knopjes op. Dat moest wel allemaal kennen als ze in de auto zit. En dat is wel even nadenken, dus ze moest wel even alles onder de knieën voor ze instapt. Dus daar ben ik nu even mee bezig. En En dat, dat is niet in Nederland, dat ze het kind doen. Dat moest iedere keer vanuit Boeteland. Ja, dat moest altijd naar het team toe. Ja. Ja, dus ze hebben geen stuur met, want de stuur kost al een paar 100.000 euro. Zo. Dus dat gaat ook wel veel geld. Maar ja, dat is ook vooral veel trainen nu. En ja, zo hoop me ook voorbereid op de test. En wanneer weten ze meer? Wanneer weten wij meer? Ja, ik hoop morgen, maar dik er nou even door. Oké, nou we blijven dit in ieder geval volgen en ik wens je heel veel succes. Dank. Dankjewel, fijn dat je was. Ja, dames en heren, we gaan er even uit voor de reclame, maar blijf vooral kijken, want zometeen nog veel meer over Katie Kelly van de Kelly Family. En ik ben natuurlijk heel benieuwd of Bart Pastoor zelf zich ook aan de snelheid gooien. Tot zo, naar de reclame. Partners van Limburg vandaag zijn Kastelein Fashion en Denembeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver.